Hey, in het kader van Hoop doet leven, vertel ik jullie mijn verhaal. Toen begin maart duidelijk werd dat ook ons land zou bedolven worden onder een coronapandemie, was het alle hens aan dek in het ziekenhuis waar ik als hoofdvroedvrouw werk. Als een tsunami kwamen onheilspellende berichten op ons af en het werd stil, onheilspellend stil in ons ziekenhuis. Ik heb gevochten als een leeuwin voor voldoende beschermingsmateriaal voor mijn personeel, voor mijn vroedvrouwen. Ik klopte vaak aan gesloten deuren. Op de materniteit, in de verloskamer, werkten we niet met risicopatiënten, was het antwoord. Ik voelde me zoals de jonge mensen die in de tijd van Wereldoorlog 1 of 2 naar de slagvelden werden gestuurd, zonder wapens. Alleen was het nu niet zonder wapens, maar zonder voldoende beschermingsmateriaal. Op 1 april werd ik zelf besmet door het COVID-19-virus. Als patiënt belandde ik op onze eigen COVID-19-afdeling van het ziekenhuis waar ik werk. Hevig snakkend naar adem, onbeschrijfelijk veel gewrichts- en spierpijnen, extreem koude gevoel, slapeloze nachten, door onverwoestbare hoestbuien, moest ik doodmoed toekijken hoe dit virus mijn hele lichaam sloopte. Ondertussen werd ook mijn man ziek, helemaal alleen thuis in quarantaine met hoge koorts. In allerijl werd hij op dinsdag met de ziekenwagen naar het dichtstbijgelegen ziekenhuis gebracht. Hij werd er opgenomen op intensieve zorgen. Op donderdagavond ging ik naar huis. Ik kwam thuis in een verlaten huis, alleen, voor een quarantaine van 14 dagen, terwijl ik zelf nog maar met moeite de trap op kon. Vrijdagmorgen kreeg ik een telefoon die ik nooit van mijn leven zal vergeten, die voor altijd in mijn geheugengrift staat. Mijn man zal in coma worden gebracht en hij zal worden beademd. We gaan 15 dagen door een hel van angst, onzekerheid en pijn. Op 1 mei wordt hij wakker gemaakt en kan hij zelfstandig ademen. De lange weg van revalidatie kon toen beginnen. Na meer dan 6 weken gescheiden te zijn van elkaar, konden we elkaar terug in de armen vallen. Liefde overwint alles, toch? Sinds begin maart werd in onze straat geapplaudisseerd voor de zorgverleners. Mijn man speelde elke avond stevast om 20 uur een lied op zijn trombone. Het applaus ging door. Zijn trombone verstomde. Daarom ben ik vandaag zo blij en dankbaar te zien dat hij naast onze jongste zoon en tussen zijn hele goede vrienden een afsluitend concertje kan geven op onze oprit. Als eerbetoon voor de warme solidariteit die we mochten ervaren. Voor onze ouders, onze zussen, vrienden en buren. We hebben beiden nog een lange weg te gaan, want COVID-19-symptomen blijven blijkbaar heel lang in ons lichaam aanwezig en putten ons ook nu nog steeds uit. Ook het opbouwen van spieren is blijkbaar een werk van lange adem. Maar we zullen doorgaan, zingt de muziek. We zullen doorgaan, altijd. Sedert begin maart werd in onze straat geapplaudisseerd voor de zorgverleners. Elke avond, stevast om 20 uur, speelde ook mijn man een lied op zijn trombone. Het applaus ging verder. De trombone verstomde. Daarom ben ik vandaag zo blij en dankbaar te zien dat hij naast zijn jongste zoon en te midden van zijn hele goede vrienden vanavond een afsluitend concert kan spelen op onze oprit. Als eerbetoon aan de warme solidariteit die ons te beurt viel gedurende deze hele moeilijke periode voor ons. Speciaal voor onze lieve zoons met hun vriendinnen, voor onze ouders, voor onze toffe zussen, voor onze vrienden, talrijke collega's, lieve collega's en buren. We hebben beiden nog een lange weg te gaan, want het COVID-19-verhaal stopte niet met terugkomen naar huis vanuit het ziekenhuis. Blijkbaar blijven de symptomen nog heel lang en latent aanwezig in ons lichaam. We zijn nog vaak vermoeid, hebben het ook psychologisch en emotioneel vaak nog moeilijk en ook het opbouwen van spieren lijkt geen evidentie. Maar we zullen doorgaan. Zo spelen de muzikanten en zo geloven we het ook. We zullen doorgaan, altijd.